Beste collega's, met evenementen van de laatste weken, laatste maanden en onze aanslagen in Brussel is het meer dan nodig natuurlijk om een parlementaire commissie op poten te zetten. Wat ik niet kan verstaan is waarom dat de partij die ons vandaag voorstellen om zo'n commissie op poten te stellen vandaag beslissen om de Partij van de Arbeid daar bewust buiten te laten. Wat is het probleem? Wat is het probleem dat wij gewoon mee zouden zetelen om in die commissie vragen te stellen over wat het gaat? Wat zijn jullie bang? Er zijn zoveel commissies hier waar de PvdA vragen stelt, waar wij antwoorden op krijgen. En voor deze commissie om te aanslagen, taboe, daar mag de Partij van de Arbeid niet binnen. Ik stel u de vraag, ik heb nog geen één argument gehoord, meneer de voorzitter. Dat is toch belangrijk? Geen één argument waarom dat de Partij van de Arbeid niet in de commissie zou mogen zetelen. En nochtans, zoals u weet, wij stellen wel veel ambetante vragen. Wij stellen ambetante vragen op fiscaliteit. Wij stellen ambetante vragen rond de sociale recessie dat jullie organiseren in het land. En wij zullen ook ambetante vragen stellen natuurlijk rond wat er mis is gelopen met de verschillende aanslagen hier in Brussel en mis is gelopen in de verschillende diensten die niet hun werk hebben gedaan. Want daar gaat het om. Laat ons zien het debat dat we vandaag hebben. Mevrouw Galan bijvoorbeeld. Er wordt gesproken door mevrouw Galan, problemen dus op de luchthaven van Zaventem en de problemen op veiligheidsvlak. Wat wordt er direct gezegd? Ah, die vragen kunnen we hier niet behandelen. Waar gaan die vragen behandeld worden? Die worden behandeld in de commissie Doofpot. Dat is toch gemakkelijk gewoon? Dat is elke keer dat er dan een ambetante vraag gesteld wordt, direct in die commissie, waar we rustig gaan blijven tussen traditionele partijen, even onder elkaar discussiëren en houden gewoon de andere partijen buiten. Maar zo gaat dat niet. Zo gaat dat niet. Waarom gaat dat niet zo? Omdat het volk, de mensen, die stellen zich vragen. Die stellen zich die vragen en die willen dat die vragen in die commissie gesteld worden. En u denkt gewoon, we gaan die anderen erbuiten halen en dat is gemakkelijk. We gaan dat onder elkaar te discussiëren. Zo gaat dat niet gaan. Wij gaan ons niet laten doen. Wij gaan ons vragen stellen. Wij gaan ze naar buiten stellen. Wij willen antwoorden op ons vragen. We willen weten hoe dat het komt dat iemand zoals El Bakrawi gewoon uit Syrië terugkomt. Die komt aan in Schiphol, even, voilà, geen twee flikken zijn daar gewoon. Die komt hier gewoon binnengestapt. Hoe komt dat? Waar zat die informatie terecht? Het volk wil ook weten waarom er gewoon miljoenen gespendeerd aan militairen gewoon overal. Op alle hoeken van de wegen, op de stations, militairen per honderden. Terwijl iedereen weet dat dat gewoon voor niks dient. Mensen willen weten waarom we zoveel informatie hebben en daar niks mee gebeurt. En dat onderzoeksrechters zeggen van wij hebben te veel informatie. Wow, wij kunnen die niet beoordelen. Wij weten niet wat wij daarmee moeten doen. En wat er vandaag voorgesteld is nog 3 databanken op te stellen met miljoenen gegevens. Eender waar we het vliegtuig nemen, eender waar we gaan rijden, overal. Al die gegevens, bof, in één groot databank waar niemand weet waarmee te doen. Daar gaat het over vandaag. Die vragen willen wij stellen in commissies en vandaag gaan jullie beslissen dat wij die vragen niet mogen stellen. En wel, dat is ondemocratisch. Dat is ondemocratisch en daarmee gaan jullie zeker niet het volk kunnen overtuigen dat er geen fouten zijn gebeurd. Er blijft nog 5 minuten over om te kunnen overtuigen, maar ik ga er niet toe geraken, daar ben ik zeker van, dat wij recht hebben om in die commissie te zitten. En daarvoor, beste collega's, zijn wij in de geschiedenis gaan kijken van hoe er nog zo'n debatten zijn gebeurd. En wat zie ik hier? Beste collega's van de N-VA, is dat in 1996, meneer Geert Bourgeois, kende je die nog? Die leidt dus de Vlaamse regio, heb je daar al een beetje over gehoord? In 1996, wat heeft hem gedaan? Hij heeft een amendement binnengebracht. Ik vond dat echt een goed amendement. Geert Bourgeois die zat een beetje, ja, die vond dat een beetje aan mijn tand, want die zat niet in een commissie, toen was de N-VA nog niet groot. Hè? En die vond dat niet juist. Die zei van nee, dat kan toch niet. We zeggen, wij zijn N-VA, we hebben 5 parlementsleden, wij mogen niet binnen in die commissie. En wat zegt Geert Bourgeois in 96? Ik ga een amendement binnenbrengen om te vragen om het recht te hebben om die commissie binnen te gaan. Geniaal idee, Geert. Geniaal idee, daar gaat het over. En dus, wat dachten wij met de PvdA? Wij dachten van zo'n geniaal idee van Geert Bourgeois. Dat gaan wij ook indienen. Ik vond die logica echt goed. Van, wij zijn nog geen grote partij. Dat gaat vlug beter gaan. Ik zeg het u, in 2019 zijn we al met groter. Maar indien, tot 2019, gaan we even wachten om een amendement binnen te brengen. En dus brengen wij vandaag ons eerste amendement Bourgeois binnen. En dus we gaan dit terug indienen, meneer de voorzitter. Die dus de argumenten overneemt dus van meneer Bourgeois. Ik zal even toch voorlezen wat zei hem de Geert toen hij nog een beetje combativiteit had. Toen hij nog een kleine partij was. Hij zei, ik citeer... De oprichting van onderzoekcommissies
mag niet het gevolg hebben dat het recht van onderzoek binnen een zeer beperkte groep wordt gehouden. Zulk lijkt democratisch niet verantwoord. Goed gezegd, Geert. Niet verantwoord. Hij meent dat elk lid van de Kamer, dus hij, het is het rapport die Geert Bourgeois citeert, hij meent dat elk lid van de Kamer niet alleen het recht moet hebben om de werkzaamheden bij te wonen, maar om er effectief aan te participeren. Dat is een politici. Dat is echt... Daar gaat het om. In 96, alle partijen in die commissie. Wat hoor ik vandaag? Vandaar in VA en u, daar gaan we niet voor stemmen. We zijn nu groter geworden. Wij willen die ambetant trekken die in die commissie komen. Buiten gewoon. Zo gaat dat niet. Dat is niet democratisch. En dat is de reden waarom wij vandaag zouden willen vragen dat het parlement een beslissing neemt om te zeggen van de Partij van de Arbeid mag binnen in die commissie om die vragen te stellen.